Van harte welkom weer bij deze volgende uitzending van Voice of Faith. Nou, vorige week hadden we een hele enthousiaste uitzending. Ja. En weet je, het woord van God is zo krachtig. Ja. Iedere keer dat je mee bezig bent, het bouwt mij op terwijl ik hier zit, weet je wel. Als ik het zelf lees, het bouwt je keer op keer op. Ja. Engels zegt wel eens, I preach myself happy. Ja. En we zijn bezig met een serie over leven in geloof. Nou, de afleveringen die je gemist hebt, kan je terugkijken via YouTube, via Facebook. Zodat je niks hoeft te missen. En als er een tekst is die gaat over geloof en waar Jezus onderwijst over geloof, is het wel Marcus hoofdstuk 11. En Bernard gaat met ons, gaat vanaf daar beginnen in deze uitzending. Dus Bernard, ga ervoor. Wauw. Ja, dankjewel Tom. Ik denk dat Marcus 11 zo bepalend. Voor diegenen die dat verhaal kennen, je ziet vanaf vers 12 gaat het over de vijgenboom. Die verdort Jezus, die vervloekte vijgenboom. Een hele aparte situatie. Ik denk de context van het verhaal is dit. Jezus, die deed wonderen. Hij deed voortdurend wonderen. Ja. Hij liet de glorie, de majesteit, de goedheid van God zien. Hij was de werkelijke vertoning van Gods goedheid en zijn karakter. Ja. Als we God willen leren kennen, moeten we naar Jezus kijken. Ja. En dan leren we God kennen. We zien, hij deed goed. Hij ging rond, goeddoende en genezende allen. Dit is de wil van God. Ja. Goeddoende, hij wil goed doen in je leven. Ja. Hij wil genezen. Tegelijk zie je dat hij voortdurend in alles wat hij deed, was hij een model voor zijn discipelen. Ja. Het was niet van, joh, ik doe de grote wonderen. En kijk jullie, maar een beetje jullie gepeupel, weet je wel. Fijn dat jullie even kunnen zien wat alle dingen die ik kan. Het waren zijn volgelingen en hij wist, ik ga deze mannen gaan klaarmaken. Ja. Hij wist ook, op een gegeven moment, ik ga weg hier. Ik ga de Heilige Geest sturen en dan gaan jullie het doen. Dus hij neemt ze mee. Hij, even los van het om helemaal in detail van het verhaal te gaan. Maar hij komt bij een vijgenboom. Hij ziet daar geen vrucht aan. Mm. En hij vervloekt die vijgenboom. Hij spreekt tegen die vijgenboom. Ja, dat is bizar. Sommige mensen zeggen, ja, goed, misschien doe je dat vaker, maar ik niet zo vaak. Ik niet zo vaak, maar hij spreekt tegen die vijgenboom. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen die lopen dus daarbij denken, wat gebeurt er nou? Wat doet hij nou? Want je, hij kijkt tussen die bladeren zo, vindt geen vrucht. Hij vervloekt die vijgenboom. Hè? Ze zullen tegen elkaar zeggen, nou is het misgegaan. Ja, ze zeggen echt van, jongen, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Dus, weet je, hij kreeg honger, staat er in vers 13. En dan ziet hij in de verte, zag hij een vijgenboom die bladeren had. Hij ging erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was nog niet de tijd voor vijgen. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Ja. Antwoorden? Ja. Vroeg hij wat dan? Ja. Weet je wel? Ja. Nou, die boom had een boodschap. En die zei, geen vrucht. Hmm. En zo zijn er dingen ook in jouw en mijn leven. Die zeggen, geen vrucht. Ja. Niet dat ze echt een stem hebben die we verstaan. Nee. Maar de boodschap die het communiceert is geen vrucht. Ja. Je kijkt naar je financiën. Geen vrucht. Kijk naar je kinderen. Kijk naar je gezin. Kijk naar je huwelijk. Geen vrucht. Kijk naar je werksituatie. Of naar de dromen die God in je hart heeft gelegd. En het spreekt. Het zegt gewoon iets. Geen vrucht. Wat moet je dan doen? Ja. Spreek terug. Ja. Antwoord. Ja. Antwoord de situatie. Dat deed hij. Hij zegt, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. Wat gebeurt er? Hij rekent af met die vruchteloosheid. Ja. Dus hij spreekt tegen die boom. Okay? Ja. En zijn discipelen hoorden het. Nou, die moeten raar gekeken hebben. Okay, dus op een gegeven moment gaat het verder en ze gaan door. En dan op een gegeven moment, vers 20, zie je, toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, dus dat was de volgende dag, zagen ze dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. Ja. Hoe we dat eruit hebben gezien, ik weet niet, maar in ieder geval wat helder was, vanaf onderaf naar boven was die hele boom was dus verdord. Ja. Dus die discipelen denken, nou. En ineens Petrus, die het zich herinnerde. Weet je, deze vergeet je niet snel als iemand tegen een boom begint te praten. Maar Jezus, Petrus die het zich herinnerde, die zei tegen hem. Rabbi, tegen een leraar, hè. Ja. Kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Hij is totaal versteld. Ja. En Jezus antwoordde. En dus hier beginnen we over. Ja. Hier beginnen we geloofsonderwijs. Ja. Hier begint Jezus te onderwijzen hoe geloof werkt.
Hoe ga jij leren om dat met de kracht van de woorden die jij spreekt, de kracht van God ook vrij te zetten in situaties? Ja. Er zijn ook dingen van vruchteloosheid die moeten afsterven in jouw leven. Ja. Zaken die geen vrucht voortbrengen. De duisternis, het werk van de duisternis moet afsterven in jouw leven. Het moet stoppen, het moet een halt toegeroepen worden. En hier zie je dat Jezus antwoordde en hij zei tegen hen, tegen de discipelen, heb geloof in God. Heb geloof in God. Ja, wat is dat er nou precies mee te maken? Hij spreekt niet. Hij antwoordt een vijgenboom staat. Ja. En dan begint hij uit te leggen. Hij zegt, als je dit principe wil begrijpen. En je wil hierin functioneren. Dan begint het hiermee. Heb geloof in God. Eigenlijk zegt hij, jullie kunnen het ook doen. Jullie kunnen het ook doen. Dat is wat hij zegt. Hij zegt niet, joh, dat komt omdat ik de zoon van God ben. Dat die vijgenboom. Precies. Nee. Hij zegt, jullie kunnen het ook doen. Jullie kunnen het ook doen. Ja? En heb dus een groter geloof in God dan datgene wat je voor ogen ziet. Ja. Heb een groter geloof in Gods kracht dan wat jij voor ogen ziet. Dus heb geloof in God. Dan zegt hij, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij daar zo wijst tegen zo'n berg die daar in de buurt is. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Ja. Deze teksten zijn levensveranderend. Ja. Hierin wordt eigenlijk samengevat van hoe geloof werkt. Ja. Ik denk, allereerst, het is een opdracht. Heb geloof in God. Ja. Het is ook geen optie. Voor elke situatie. Een suggestie. Nee. Heb geloof in God. Voor elke situatie, heb geloof in God. Oké? Ja. En hoe uit dat zich dan nou het uitzicht zo? Je begint te spreken tegen bergen. Ja, we spreken bergen. Hier hebben we helemaal geen bergen in Nederland. Weet je? Maar het gaat erom, die situaties in jouw leven die onoverkomelijk lijken, dat zijn die bergen. Ja. Bergen die zeggen van, joh, ik stond hier al voordat jij er was. Dat gaat echt niet veranderen. Ik ga voor jou niet aan de kant. Ja. Het zijn dat soort situaties. Ja. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Zie je, geloven doe je met je hart. Ja. Maar geloof dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Ja. Wauw. Dus wij moeten gaan leren spreken. Als wij geloof hebben in een God die groot is en machtig. Hij is enkel goed. En hij heeft ons gegeven de naam van Jezus. Hij heeft ons gegeven de kracht van zijn woord. Ja. Hij heeft ons gegeven de kracht van de Heilige Geest. Dan beginnen wij te spreken tegen situaties. Wij zijn gewend om over situaties te praten. Ja. Oh, je belt iemand op. Ja, het is heftig man. Het is moeilijk. Het is zwaar. Dit en dat is aan de hand. En over situaties. Ja. We kunnen allemaal ons verhaal vertellen over hoe moeilijk. En we gaan door dingen heen. Ja. De Bijbel zegt ook, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Er gaan soms situaties kun je leven. Het lijkt diepe duisternis. Maar dan zegt hij, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Ja. Dus zelfs in dat soort situaties proclameert ook de schrijver van de psalmen, David, ik vrees geen kwaad. Ja. Te midden van duisternis. Ja. Situaties komen, situaties gaan. Maar spreek het woord van God. Ja. Spreek tegen de situatie. Word opgeheven in de zee geworpen. Ja. En twijfel niet in je hart. Hier zie je weer. Zoals ook in Romeinen. Hebben we eerder in de vorige week hebben we dat gehoord. En het ging om, waar is het, weet je, het woord van God, het is dichtbij u. Het is in uw mond en in uw hart. Ja. Je ziet weer, het is in uw mond en in uw hart. Spreek tegen de berg. Ja. Geloof in je hart. Het staat er, niet twijfelen in je hart, maar geloof dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Ja. Dus je mond is eigenlijk de manier waarop je geloof vrijzet. Dat is het. Waarop je je geloof laat werken. Dat is het. We hebben het eigenlijk vorige les vooral gehad over geloof in je hart. Maar wat als nou dat geloof er zit? Ja. De manier om het te gaan gebruiken is door het te spreken. Wow. Zeg wel dat als je geloof niet groot genoeg is om je mond te bewegen, is het ook nooit groot genoeg om de berg te bewegen. Want het eerste wat geloof gaat bewegen is je mond. Ja. Het eerste wat geloof gaat bewegen is je mond. Wow. Dat je begint te spreken, zegt nee. Weet je, eigenlijk het verhaal dat ik vertelde over mijn mountainbike. Weet je, er komt een nieuwe fiets. Wow. Weet je, dat je het spreekt, het woord van God. Ja. Dat wat Paulus zegt, het woord is in je mond. En dat is ook zo essentieel. Ja. We hebben het de eerste aflevering hebben het ook gehad over die generatie Israëlieten die niet in het beloofde land kwam. Hmm. Door de reuzen, zegt ze. Nee, het waren niet de reuzen. Nee. Het waren de woorden uit hun mond die ze uit het beloofde land hielden. Wow. Want ze zeiden, die reuzen zijn te groot, we kunnen ze niet... Ze kregen wat ze zeggen. Ze kregen wat ze zeiden. En de Bijbel noemt het de wet van de belijdenis. Je krijgt wat je belijdt. Ja.
Je krijgt wat je beleidt. De generatie, die miljoenen Israëlieten die zeiden, we kunnen er niet inkomen, zijn er nooit ingekomen. Jozua en Caleb, nummer 11 of nummer 13, een van de twee is het. Ja. Zij waren de enigen die zeiden, we kunnen ze overwinnen en we kunnen het land inkomen. Ja. Zij waren de enigen die er uiteindelijk in kwamen. Ja. Dus het zijn nooit de reuzen die uit het beloofde land houden. Het zijn de woorden uit je mond. Wauw. Het zijn de woorden uit je mond. Die woorden zijn zo bepalend. Ja. Die woorden zijn zo bepalend. Dus het eerste wat geloof gaat doen, is het gaat je mond bewegen. Je gaat het woord van God spreken. Ja. En wat je spreekt, dat woord van God. Als je in je auto zit, als je in je gebedstijd, begin het woord van God te spreken over je leven. Ik hoorde zo'n prediker dat een keer zeggen. Hij zegt, mijn volk zegt steeds wat ze hebben. Ja. Terwijl ze kunnen hebben wat ze zeggen. Wauw. Ja. Mijn volk zegt steeds wat ze hebben. Mm. Terwijl ze kunnen hebben wat ze zeggen. Ja. En dat is iets anders. Ja. Ik kan inderdaad, als ik maar blijf praten over mijn situatie, dan bekrachtig ik alleen maar de status quo. En het blijft zoals het is. Ja. Maar op het moment dat ik de autoriteit van de geloof, de kracht van geloof ga vrijzetten, dan begin ik leven te spreken daar waar dood lijkt te zijn. Ik begin vrucht te spreken daar waar vruchteloosheid lijkt te zijn. Ik begin zegen te spreken daar waar vloek lijkt te zijn. Ja. Ik begin de autoriteit van Jezus te proclameren daar waar juist de duisternis lijkt te regeren. Op het moment dat je begint te spreken, begint de situatie te veranderen. Je moet zeggen wat je wil zien, niet wat je ziet. Mm. Als je kijkt naar God in Genesis al in het begin. De Bijbel zegt, het was woest en leeg. Ja. En God zegt niet van, jongen, wat woest en wat leeg. Weet je wel, ik zie geen hand voor ogen hier. Hoe moet ik hier nou een adem maken? Ik zie niet eens wat hij moet. Nee, God begint te spreken. De Bijbel zegt, God sprak licht en er was licht. Ja. God sprak wat hij wilde zien, niet wat hij zag. Wow. En dat is wat veel mensen doen. Ja, we hebben geen geld. We hebben geen geld. Ja. Ik hoorde ooit het verhaal van een prediker. En die was aan het onderwijzen uit Filippenzen 4 vers 19. Dat is wel een mooie tekst ook even over voorziening. Mm. En daar gaan we nog een serie over doen. Maar Filippenzen 4 vers 19 is een prachtige belofte ook. Over voorziening in ons leven. Wauw. Filippenzen 4 vers 19. Maar mijn God zal overeenkomstig zijn rijkdom, niet overeenkomstig je werkgever, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Wow. Het getuigenis was dit. Er was een moeder en die vader was weg uit dat gezin en die had een dochtertje en dat dochtertje wil heel graag een nieuwe fiets. Hmm. En elke keer, ja maar mama, ik wil een nieuwe fiets. En ja, maar dat kunnen we niet betalen. Hmm. We kunnen geen fiets betalen. Weet je, ja, maar ik wil zo graag. Nee, we kunnen we niet betalen. En elke keer zei ze, hebben we geen geld voor. Mm. Weet je, hebben we geen geld voor. En op een dag hoorden ze hem prediken van, je moet gaan zeggen wat je wil zien, niet wat je ziet. Wow. Je moet gaan zeggen dat wat je wil hebben. Ja. En in één keer beseften ze wat ze altijd zei. Wow. Dus dat dochtertje komt weer, mama, ik wil een nieuwe fiets. Ze zeggen, weet je, we gaan God geloven. Zo. En wat we bidden, dat gaat gebeuren. Zo is het. En ze samen met de dochter gaan spreken, weet je, God zal voorzien. Mm. God zal voorzien. Mm. Binnen 4 weken kreeg dat meisje een fiets van iemand. Wauw. En ze hadden er niks over gezegd. Wow. Maar als de woorden van je mond gaan veranderen, gaan situaties inderdaad veranderen. Wonderen gebeuren. Wonderen beginnen te gebeuren. Het is eigenlijk, ze zeggen als de deur naar het boven natuurlijke, heeft alleen maar hendels aan jouw kant. Ja. En die gaan open door te spreken. Zo is het. Die gaan open door te spreken. Zo is het. Als wij gaan beseffen dat deze wereld van het stoffelijke, deze fysieke wereld, voort is gekomen uit het onzichtbare. Ja. Doordat God sprak. Ja. En het was. Ja. Dan gaan we ook begrijpen dat ook andere stoffelijke dingen in ons leven gaan tot stand komen. Ja. Als wij beginnen te spreken zoals God spreekt. Ja. Ik hoorde een getuigenis van iemand die ziek was en op bed lag. En ernstig ziek. En die kon niks meer. En op een gegeven moment ook, weet je, die voorganger kwam ook een man van geloof. En die vroeg veel, weet je wel. En die vroeg naar die situatie, het gaat zo slecht. Ik ben zo zwak. Mm. Ik ben zo zwak. Mm. En ze kon amper praten. Ik ben zo zwak. Weet je, en hij zegt, weet je. En wat zegt het woord van God? Weet je, laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Tjoe. En ze zei heel de dag, ik kan geen eten binnenhouden. Mm. Ik ben zo ontzettend ziek. En hij zegt, joh, weet je, we gaan anders spreken. En ze begon te zeggen, ik ben sterk. Ik ben sterk. Ik zal mijn eten binnenhouden. Binnen 5 dagen was ze compleet genezen. Wow. Was ze er compleet vanaf. Wow. Weet je, zo'n groot deel van ons leven wordt bepaald door de woorden die we spreken. Weet je, het is tijd voor een trendbreuk daarin. Ja. Veel mensen die soms in die negativiteit zitten, ook soms verslagen gewoon. Ja. Gewoon de verslagenheid heeft toegeslagen. Ja. Weet je, hoe moet ik nu verder? Ja. Op een gegeven moment moet je jezelf gaan betrappen op de dingen die je zegt. Ga eens luisteren naar jezelf. Ja. Al heel snel als je met mensen praat, hoor je of ze geloof hebben of twijfel. Ja.
Spreken ze over een situatie of tegen een situatie? Ja. En je komt erachter, weet je, wat spreek je? Mm. Als we beseffen, dood en leven is in de macht van de tong. Ja. We denken dood en leven is in de macht van, weet je, God en de duivel of zo. Dat denken we soms vanuit religie. Ja. Denken we, God is de God van leven. Die bepaalt uiteindelijk alles. En dood, dat is de duisternis. Ja, dus dood en leven. Nee. Dood en leven zijn in de macht van jouw tong. Zijn in de woorden die jij spreekt. Ja. Als ik negativiteit en dood spreek, dan creëer ik dat in mijn leven. Ja. Dan wordt dat de vrucht van mijn bestaan, van mijn leven. Terwijl als ik het leven begin te spreken. Ja. Over Jezus, op een gegeven moment in Johannes hoofdstuk 6, vers 63 zie je dat. Maar in dat stuk, op een gegeven moment, veel mensen verlaten. Jezus begint een stuk doctrine te hebben. Veel mensen denken, ik weet echt niet waar hij het nou over heeft. Hij heeft het over zijn vlees eten, zijn bloed drinken. Mensen denken, dit gaat te ver. Okay? Ja. Dus mensen lopen, begrijpen er niks van. Lopen weg. De discipelen blijven erbij. Ja. En hij zegt, joh, willen jullie ook niet weg? Ja. Hij zegt, waar moeten we naartoe? Ja. Waar moeten we naartoe? Wat is een betere plaats dan hier te zijn? Ja. De woorden die u spreekt zijn woorden van geest en leven. Ja. Dat die woorden van geest en leven, het is de letter dood, maar de geest maakt levend. Mm. Het woord van God is levend en krachtig. Ja. Als dat woord, als wij elke keer onszelf omringen met dit soort prediking, dit soort onderwijs, waarin we gevuld worden met het leven, dan ontstaat er een trendbreuk. Elke trend van negativiteit wordt doorbroken in je leven. En er gaat iets veranderen vanaf de wortel. Ja. Er is een systeem, op het moment dat jij leven begint te spreken, dan vanaf de wortel, net zoals die vijgenboom, vanaf de wortel opdroog en verdorde, zo gaat ook elk probleem in je leven gaat vanaf de wortel, vanaf de oorzaak, dat woord van God dringt door aan de oorzaak van je probleem en begint een kentering te brengen. Ja. Jezus die keek niet op of om. Hè? Als het aan Jezus had gelegen, had hij gewoon die vijgenboom, die vijgenboom deed niks in eerste instantie. Nee, die bleef hetzelfde. Ze zagen niet op dat moment in de manifestatie. Volgende dag. Maar de volgende dag zagen ze. Deze vrouw waar je over vertelt. 5 dagen later zag ze de doorbraak. Ja. Dat kan een strijd van geloof zijn. Ja. Dat kan een, wow, dat is eventjes, dat is een hele andere. Verander je denken. Weet je? Verander je denken. Romeinen 12 vers 2. Verander je denken. Ga anders spreken. Dus dat is een, allereerst die trendbreuk. Een verandering in de manier waarop je denkt. In de manier waarop je spreekt. Ja. En wat gaat er dan vervolgens vervolgen? Ja. In de situatie, in je leven. Situaties veranderen. Ja. En dat is de manier waarop Jezus functioneerde. Jezus sprak. Op een gegeven moment, hij sprak tegen koorts. Hij sprak tegen koorts. Als Jezus de storm wilde veranderen. Hij sprak er tegen. Hij sprak tegen Ik denk, storm. Heel veel, zeg in het Engels wel. A lot of Christians are praying while they ought to be saying. Ze zijn aan het bidden. Ja. Terwijl ze horen te spreken. Wow. Toen Jezus de storm zag, weet je, begon niet onze vader die in de hemel zei, wilt u die storm weg? Nee, hij begon te spreken. Wow. Hij begon te spreken. Ja. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dus een manier, bidden is een manier om je geloof vrij te zetten, maar spreken ook. Ja. En ze zeggen, dus, spreken zal werken zonder, of als je geloof hebt en je spreekt, zal het zelfs werken als je niet bidt. Ja. Maar bidden gaat nooit werken zonder geloof. Ja. Want Jezus zegt hier ook, alles wat u bidden begint, geloof dat u het ontvangen zult. Ja. Dus weet je, er gaat geen gebed voort worden als je geen geloof hebt. Wauw, dit is een krachtig principe wat je hier zegt. En het spreken, ik merk voor heel veel dingen in mijn leven, sommige dingen bid je niet eens voor. Nee. Je spreekt gewoon het woord van God over die situatie. Omdat de wil van God al bekend is. Omdat de wil van God al bekend is. Ik hoef niet te vragen, Heer, wilt u dit doen? Ik weet dat God het wil doen. En hij heeft ons de autoriteit gegeven. Ja. Hij heeft ons die kracht gegeven die in onze woorden zit. Ja. En het verandert situaties. Ja. En het is tot eer en glorie van zijn naam. Ja. Dat is wat het is. Ja. Dit is de wil van God. We zien het voortdurend in Jezus zijn onderwijs. Ja. Vooral bij Johannes. Weet je, dit is wat hij zoekt. Vrucht. Ja. Ja. Opdat je veel vrucht draagt. Ja. Opdat je vruchtblijvend mag zijn. Ja. Want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Ja. Dat is vrucht. Die veranderingen die gebeuren in ons leven. Die voorzieningen. Die genezingen. Die wonderen. Ja. Vrucht. Dat is de vrucht die de Vader de glorie geeft. En je bent gehoorzaam. Weet je, soms het gevaar is dat de dingen van God zijn soms zo groot en wonderlijk. Dat sommige mensen gaan er bijna spottend mee om, dat ze niet kunnen geloven. Mm-hmm. Ja, die mensen die geloven dat je krijgt wat je zegt, weet je wel, wordt dan belachelijk gemaakt. Mm. Maar weet je, wie zegt het? Jezus zegt hier, het zal gebeuren wat hij zegt. Ja. Ja. Het is Jezus zijn onderwijs. Het is Jezus zijn onderwijs. Ja, het is Jezus zijn onderwijs. Ja. En je merkt ook, als je deze dingen gaat onderwijzen, mensen erover, weet je wel. Ja.
je moet er geloof in hebben, anders gaat het niet werken. We hebben vaak gewoon niet geleerd hoe we moeten geloven. Nee. En dat is gewoon waarom ik zo blij ben. Omdat ik een onderdeel kan zijn ook van het delen van de geloofsprincipes. Ja. Ja. Dit is levensveranderend. Ja. Hoeveel mensen, werkelijk, als we weer kijken naar die tekst in Matthäus, of in Marcus hoofdstuk 11. Ja. Hoeveel mensen ontvangen het wonder op het moment dat ze bidden? Hoe ik gewend was om te bidden, is, joh, we bidden ervoor. Ja. Weet je, we hebben een situatie, we kunnen er alleen nog maar voor bidden. Is het zo erg? Ja. Weet je, zijn we tot dat punt gekomen? Ja. Weet je, we kunnen er alleen nog maar voor bidden. Zo van, dat betekent, we weten het echt niet meer. Ja. Gaat waarschijnlijk niks gebeuren. Er gaat waarschijnlijk niks gebeuren. Waarschijnlijk zo van, we moeten het overgeven aan God, in Gods handen. Ja. Ik zie dat nergens in de Bijbel. Nee. Dat is het punt. Het klinkt heel geladen en religieus, maar ik zie het alleen nergens in de Bijbel. Jezus had geen onverhoorde gebeden. Hij had geen onverhoorde gebeden, nee. Ik heb er wel een paar gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik ook, Maar het punt is, omdat wij ook groeien in die waarheid. Ja? Ik zou je zeggen, nu met grote vrijmoedigheid delen we het woord van God. Ja. En we delen de getuigenissen. Maar hoe vaak ook ben ik hiermee gewoon gestruikeld. Zag ik helemaal geen resultaat. Weet je, dacht ik van, joh, hoe zit dit nou? En hoe kan het nou? Maar ik dacht, nee, ik zie vandaag de dag, zelfs afgelopen week. Dat er gewoon dingen gebeuren in je leven dat je denkt, jongen, ik heb dat 20 jaar geleden, stond ik hiervoor in geloof. Hmm. Omdat ik een praktische voorziening in mijn leven. Ja. Het heeft uiteindelijk 20 jaar geduurd. 20, ja. Ik voelde me niet, 20, die 20 jaar voelde ik me niet ellendig en alleen of zo van, waarom doet God dit niet? Nee, God doet het altijd. Ja. Maar er gaat soms de tijd overheen. Dat maakt niet uit. En we groeien in geloof. We groeien in geloof ook. Ja. De mate waarin we groeien is ook de mate waarin we meer en meer van God zien in ons leven. Ja. En dat is ook het punt. Maar de essentie zit hem in Marcus 11 vers 24 waar staat, daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Ja. Dus terwijl ik bid, geloof ik dat ik ontvang. Ja. In de Engelse Bijbel staat het eigenlijk, ik geloof, dus waarom lezen we vaak de Engelse Bijbel? Het is dichter bij de grondtekst. Ja. Hè? Het is gewoon dichter bij het Hebreeuws. Het is dichter bij het Grieks. Het staat dichter bij de grondtekst. Er staat eigenlijk alles wat u biddend vraagt, of wat u biddend begeert, geloof dat u ontvangt en u zal hebben. Ja. Zo simpel staat het er eigenlijk, recht toe, recht aan. Ja. Geloof dat u ontvangt en u zal hebben. Ja. Waarin geloof ik? Ja, als we straks de verhoring van mijn gebeden zien, dan geloof ik het. Nee. Als ik het bid, dan geloof ik dat ik ontvang. Ja. Terwijl ik bid, geloof ik dat ik ontvang. Ja. Ik ontvang het terwijl ik het nog niet heb gezien. Ja. Hoe ontvang ik het? In geloof. Ja. Ik ontvang het terwijl ik bid. Waarom? Geloof weet wat er gaat gebeuren. Geloof weet wat er gebeurt. Geloof is een zekerheid. Ja. God is goed. Ik ken de wil van God op dat vlak. Ik weet dat Hij, dat zijn geweldige wil is voor mij. Genezing is voor mij voorziening. Is dat ik wijsheid ontvang in welke situatie dan ook. Is een heerlijk gezegend leven. Al deze dingen. Terwijl ik bid, ik geloof dat ik het op dat moment heb. Ja. En dan zegt Hij ook, en je zult het hebben. Ja. En je zult het hebben. Ja. De manifestatie kan een dag later komen, 5 dagen later, 20 jaar later. Maar ik wil maar zeggen, het komt, je zal het hebben. Ja. Geloof dat je het ontvangt dan. En ik vraag me af, hoeveel christenen hebben zo geleerd te bidden? Heel weinig. Ik ook niet. En het heeft wel mijn leven veranderd. Ja. En dat merk je ook als je zo'n tekst voorleest. Soms beginnen mensen, weet je, als je zo'n tekst op Facebook zet, begint iedereen met dat. En je zet alleen maar de woorden van Jezus. Je hoeft er verder niks bij te zetten. Ja. Omdat het zit zo niet in ons systeem. Nee. Het zit zo niet in ons systeem. Want dat is de manier waarop God werkt. Het is de manier waarop Jezus functioneert. Zo zei Jezus, had geen onverhoorde gebeden. Hij had geen onverhoorde gebeden. Want Jezus gelooft in de wil van God. En wat je, die vrijmoedigheid van Jezus die voor Lazarus staat. Lazarus komt naar buiten. Zo. Jezus vroeg zich niet af van, weet je wel, zou die komen? Hij wist zeker dat het ging gebeuren. Ja. Hij wist zeker dat het ging gebeuren. Maar dat is het. Dat is het. Kijk, vorige week sprak jij erover. Je haalde toen aan, of is het alweer 2 weken geleden, in Johannes hoofdstuk 5, over dat bidden. Ja. Ik denk dat deze sluit heel mooi aan op die Marcus 11 vers 23. Ja. Vers 24. En dit is de vrijmoedigheid. 1 Johannes 5 vers 14 is dat. 1 Johannes 5 vers 14. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Ja. Dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Ja.
God verlangt dat wij vrijmoedigheid hebben. Wij denken soms dat als iemand te vrijmoedig is, denken die is niet nederig. Ja, nee. Weet je, die moet nog aan lef van nederig. Nee. Ja. Ho. Nee, je kan niet zeggen. Je kan niet zo staan. Je kan niet zeggen. En ik geloof en ik ga. En dit is de zekerheid. Ho. Nee. Weet je, dat mag je niet zeggen. Nee. De Bijbel leert ons juist. Dit is de vrijmoedigheid. Ja. We hebben die vrijmoedigheid. Ja. Toen de Bijbel leert dat, toen ze op een gegeven moment de discipelen hoorden spreken. En de vrijmoedigheid die zij hadden. Ja. Dat ze in één keer wisten, deze mensen zijn bij Jezus geweest. Mm. De klank van de boodschap van Jezus was een klank van vrijmoedigheid. Ja. En als wij gevuld zijn met het woord van God, worden we heel vrijmoedig in onze... Ja. Je wordt een blij mens. Mm. Je wordt een blij mens. Ja. Het leven met God wordt geweldig. Zelfs door de storm heen. Zelfs door die dalen van diepe duisternis. Daar is God. Mm. Want in één keer ga je een hele nieuwe dimensie ontdekken. Ja. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Mm. Dus als ik bid, mag ik bidden met vrijmoedigheid. Dat hij ons verhoort. Ja. Ik mag een vrijmoedige, een overtuiging hebben. Hij verhoort mij. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Ja. Wat is zijn wil? Het woord van God. Die belofte. Ja. En er staat, en als wij weten dat hij ons verhoort. Staat weten. Ja. Het spreekt over zeker weten. Als wij weten, niet we hopen. Nee, we weten dat hij ons verhoort. Wat wij ook bidden. Ja. Dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Ja. Is hetzelfde als Marcus 11, 24? Ja. Ook al zie je het nog niet met je ogen. Je hebt het gebeden. Je weet het is de wil van God. Ik heb vrijmoedigheid. Ik heb het ontvangen. Ja. En ik weet. Hij verhoort het. En ik zal het hebben. Ja. Ik zat te denken aan een verhaal uit Handelingen 9 vers 40. En de Bijbel zegt het niet direct. Maar dit is wel iets wat zou kunnen. Op een gegeven moment wordt Petrus daar geroepen. Omdat er iemand overleden is. En dan staat er in vers 38, omdat Lida vlakbij Joppe lag, stuurde de discipelen toen zij hoorden dat Petrus er was, twee mannen naar hem toe die smeekten dat hij zonder uitstel zou komen. Omdat er was iemand die heette Tabitha, die was overleden. Hmm. En dan staat er vers 40, en nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. Dus Petrus begint daar te bidden. We weten niet waarvoor die bidt. Nee. Maar zodra die klaar is met bidden, zegt Paulus, en hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. Wow. Dus hij was klaar met bidden en ik denk dat hij heeft gebeden, Heer, wat was uw wil? Wat wilt u doen in deze situatie? Ja. En hij komt eruit en hij zegt, Tabitha, sta op. Wow. Hij wist in één keer wat er ging gebeuren. En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging ze overeind zitten. Dit hebben we nodig. Ja. Dus Petrus vraagt, ja. Weet je, wat is uw wil? Ja. En op een gegeven moment... Hij vraagt aan God. Ja. Dat is het bidden. Dat woord bidden is hetzelfde als het woord vragen. Ja. Hij zit er op zijn knieën. Ja. Hij vraagt aan God. Ja. Ik denk inderdaad ook, hij vraagt wijsheid. Hij vraagt richting. En ineens heeft hij daar de overtuiging. Hij spreekt. Hij staat op in autoriteit. Ja. En hij spreekt weer. En hij spreekt tegen Tabitha. Ja, hij spreekt tegen dat dode lichaam. Sta op en het wordt levend. En hier zie je ook weer alles. Bijvoorbeeld vers 34 van hetzelfde hoofdstuk. Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op voor uzelf. En maak uw bed op. En hij stond meteen op. Petrus zegt wat hij wil zeggen. Jezus Christus maakt u gezond. Vrijmoedig. Ook weer over geloof. Als het gaat over geloof en gebed. Weet je, wij zeggen vaak in de samenkomst, we gaan bidden voor de zieken. In andere woorden, we kijken wat er gaat gebeuren. Ja. En dat is ook hoe we er naar kijken. Als iemand naar voren komt in een rolstoel, heel vaak denken we, oeps, in plaats van halleluja. Ja. Het zegt iets over waar we zitten met ons geloof. Ja. Want geloof weet zeker van tevoren wat er gaat gebeuren. Ja. En dat zegt dus iets dat we niet zeker weten wat er gaat gebeuren. Als je zeker zou weten, die komt eruit, zeg je halleluja, je moet in een rolstoel. Ja. Maar vaak denken we, oei, je moet in een rolstoel. Ja, en misschien moeten we doen wat Paulus deed, weet je. Hij bad. Ja. Hij bidden, de situatie. Dat we in onze samenkomst ook zeggen, we gaan zieken genezen. Ja. We gaan niet bidden voor de zieken, we gaan zieken genezen. Dat was de opdracht van Jezus. Ja. Genees zieken. Genees de zieken. Ja. Wij denken, we moeten bidden voor de zieken. Ja. Hij heeft nergens gezegd, bid voor de zieken. Genees Jezus zei, genees de zieken. Ja. Dat is een heel ander level van autoriteit. Klopt, dat is een andere level. Ja. Halleluja. Ik denk dat inderdaad en dat kunnen we alleen komen door geloof. Daar kom je door geloof. En doordat je de waarheid van God hoort, je kent de wil van God. Ja. Je kent de wil van God. Je weet wat de Bijbel zegt. Ja. En je kan... Dit is het. Ja. Je kan het woord kun je toepassen. Ik hoorde laatst een prediker. En God heeft hem groot gebruikt in genezing en bevrijding. En meerdere doden opgewekt. En hij stelde zichzelf voor. Hij zei, ik ben die en die. Ik genees zieken. Ik wek doden op. En ik drijf demonen uit. Zo stelde hij zichzelf voor. Vrijmoedig. En wij denken, ja, hallo. Zo, dat kun je niet zeggen. Nee, zo kan je jezelf niet voorstellen. Nee. Weet je, maar hij wist wat hij had. Ja. Hij wist wat hij had. Ja. En ergens is het goed dat soms dat soort mensen je confronteren. Ja.
En want dat is zo'n ander level waar hij zit, in plaats van wij bidden voor de zieken en we kijken wat er gebeurt. Weet je, dat is het. Het is ook een cultuur in Nederland. Ja. Op het moment dat jij, weet je, steek niet je hoofd boven het maaiveld uit. Want dan hak ik hem eraf. Weet je, we blijven allemaal gewoon onder, weet je, doe maar normaal. Dat doe je gek genoeg. Ja. Maar het punt is, God heeft een bovennatuurlijk leven voor ons klaargelegd. Ja, absoluut. Hij heeft een bovennatuurlijke erfenis. Ja. En ik kan wel blijven onder dat maaiveld. En we kunnen wel blijven. Je kan wel blijven. Oh, we accepteren het gewoon. En weet je, we blijven zoete lieve Gerritje blijven spreken. Ja. Weet je, alles in de vrede. Ja. Weet je, nee, er zijn situaties dat je zult moeten gaan opstaan. Ja. In een nieuwe soort vrijmoedigheid. Gebaseerd op het woord van God. In nederigheid van hart. Ja. Misschien niet nederig in de ogen van mensen. Mm. Maar nederig ten opzichte van de opdracht die God ons geeft. Ja. Genees de zieken. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben als wij tot hem bidden. Ja. Weet je, opstaan in de autoriteit van de gelovigen. Het resultaat komt er lekker als je het doet. Ze zeggen wel eens, faith comes by hearing, but results come by doing. Ja. Geloof komt door het horen, maar het resultaat gaat alleen maar, gaat alleen maar resultaat krijgen als je het gaat doen. Als ik krachtig facet. Als je het gaat spreken. Krachtig facet van geloof. Jij kan 10 jaar claimen, als ik handen leg op zieken zullen ze genezen. Maar als jij geen hand op een zieke gaat leggen, gaat er niks gebeuren. Wauw. Dus je zal het woord van God moeten doen. Laten we afsluiten nog met die bloedvloeiende vrouw in Marcus 5. Vorige uitzending hebben we het daarover gehad. Hè? Hoe kwam die bloedvloeiende vrouw, waarvan Jezus zegt in vers 34, uw geloof heeft u genezen. Hoe kwam die vrouw aan de geloof? Mm. Nou, er staat in vers 27, deze had van Jezus gehoord. Wow. Dus zij hoorde, zo kwam dat geloof. Dat van Jezus. Maar in vers 26 staat, ze had veel geleden door toedoen van veel dokters. En alles wat ze had, had ze daaraan uitgegeven. En het had geen baat geworden, maar het was veel meer erger geworden. En dan zegt vers 26, deze had van Jezus gehoord. Ze kwam van achter in de menigte en ze raakte zijn bovenkleed aan. Want zij. Amen. Als ik maar zijn kleren zou aanraken, zal ik gezond worden. Ja. Hier zie je het geloof weet van tevoren wat er gaat gebeuren. Ja. Ze zei niet, nou als ik zijn kleren aanraak, dan kijken we wel wat er gebeurt. Ja. Nee, ze zei, ze sprak. Als ik dat doe, dan word ik genezen. Wauw. Dus bij die bloedvloeiende vrouw, eigenlijk zie je heel de geloofsboodschap. Ze had een probleem, maar er kwam geloof in de leven. Ja. Ze sprak de geloof uit en ze handelde. Ja. Want ze moest nog steeds uit huis. Dat zijn de stappen. Je moet altijd iets doen. Dat zijn ik hoorde een keer iemand zeggen, weet je, ook al liet God mannen regenen in de woestijn. Ja. Ze moesten uit hun tent om het te pakken. Om het op te halen. Je moet het doen. Je moet het gaan doen. Ja. En Jacobus zegt, geloof zonder daden is dood. Het heeft geen zin. Ja. Dus ze hoorden het woord. Weet je, geloof kwam. Ze sprak het woord. Ja. En ze deed het. Dat zijn de stappen. En ze ontving de wonder. Dat zijn de stappen. En zo kan je op elk gebied van je leven, zijn dat de stappen om de wonder te ontvangen. Halleluja. Heb je een nood, je hoort het woord van God erover, je zoekt bijbelteksten, je mediteert erop, je luistert de prediking over, je spreekt het woord van God en je handelt op het woord van God. En het werkt voor altijd voor iedereen. Amen. Want Jezus zei, uw geloof heeft u genezen. Ja. Weet je, als haar geloof haar kon genezen, kan jouw geloof jou genezen. Amen. Ja. En het maakt niet uit op wat voor gebied weet je, je problemen hebt. Geloof kan er doorheen breken. Dat is het. Bergen. Geloof kan er bergen verzetten. Ja. Door te spreken en door te geloven. Het woord van God. Amen. We zitten volgens mij nog over onze tijd heen, Bernard. Het is zo'n rijk onderwerp en zo levensveranderend. Ja. En we hopen dat jullie er net zo enthousiast over zijn als ons. Wij kunnen hier nog uren over doorgaan. Maar het wordt ook alweer tijd om deze uitzending uitzending afsluiten. De klok die we hebben is weer overnieuw begonnen met tellen. Dus we weten niet hoe lang we bezig zijn. Maar God zegen. En ga dit toepassen in je leven. Ja. Als je getuigenis hebt, laat het ons weten. Mail ons. info@frontrunnersministries. Waarom? We willen horen wat God doet. We willen getuigenissen weten. Maar dat is ook een manier om je geloof op te bouwen. Horen van anderen. Die vrouw hoort het van anderen. Zo is het. Weet je, wij helpen jou met je geloof, maar jij kan ons helpen. Amen. Stuur je getuigenis op. We hebben al mensen gehad die genazen, gewoon door te luisteren naar de lessen van de Bijbelschool over genezing. Dus en op het moment dat het opzit, bemoedigt het ons. Weet je, wij horen dat en, weet je, en het moedigt ons eraan. Dus we kunnen elkaar aanmoedigen op die manier. Dus als jij getuigenis hebt ook, stuur ze naar ons toe. En ga het woord van God spreken over je leven. Ja. En bergen zullen wijken. God zegen. God zegen.
Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze uitzending van Voice of Faith. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en ons te volgen op onze Facebook op Frontrunners Ministries. Op die manier houden we je op de hoogte van alle nieuwe video's, alle nieuwe uitzendingen die we uitbrengen. En ook via Facebook delen we andere geloofsopbouwende berichten om je geloof te helpen bouwen. We bidden echt dat deze uitzendingen en wat we doen, dat het geloof bouwt in je leven en dat het een zegen is voor je leven en dat het je verder helpt in het plan wat God voor jouw leven heeft. Misschien kan je ons ook verder helpen door ons te steunen met een eenmalige gift of door partner te worden. Momenteel staan we in geloof voor 100 extra vaste partners. Dat zijn mensen die ons maandelijks met een bedrag steunen. Misschien kan jij ons daarmee helpen met een klein bedrag van 15 of 20 euro in de maand. Waardoor we steeds meer kunnen doen voor Gods Koninkrijk en steeds verder kunnen uitbreiden. Hartelijk bedankt voor het kijken en God zegen.